Kleren kunnen iemand maken, maar ook schoenen vertellen een verhaal. Naar die verhalen ben ik op zoek. Iedere week ga ik langs bij een bekende Nederlander, vriend of collega, om te kijken in hun schoenenkast. Welkom bij In de Schoenenkast van. Ik ga in de schoenenkast kijken van Linda van Straten en in Kinky Boots speelt zij de rol van Nicola. En ze heeft al een hele ruime cv eigenlijk, want ze heeft op Hoog van Zegen gestaan. En in Duitsland heeft ze onder andere Jane en Kala gespeeld in de musical Tarzan. Nou ja, hier woont ze. We gaan kijken. Hier moeten we zijn, denk ik. Oeh. Hallo! Hoe gaat het? Goed. Wat leuk dat ik bij je naar je schoenenkast mag kijken. Oh jeetje. Oh jee. Nou, je staat al schoenendozen. Oh ja, dat is nou. Die moeten nog weg. Dit is Linda van Straten. Ja. Ze gaan gewoon allemaal in één grote tas. Die ligt op mijn slaapkamer. Dat mag ik niet echt niet zien, want dat ziet er niet uit. Maar dan haal ik het er zo uit. En maar dit is nog nieuw. Dit is... Nee, deze had ik dus met de première aan. Ah, mooi. Ja, het had ik een gouden jurkje. Het was een vintage jurkje, dus toen dacht ik, ik heb goed gedaan voor het milieu en voor mijn portemonnee met het jurkje. Ja. En dan mag ik wel nieuwe schoenen. Ja. Ik wilde eigenlijk voor de Kinky Boots première, had ik eigenlijk deze gekocht. Ja, kinky, hè? Lekker rood, maar... Toen kreeg ik een jurkje waar ze niet bij paste. Toen dacht ik, dan moet ik een andere keer kinky zijn. Ja. Wat ook kan, ja. Of niet alleen nu kinky. Nee, zeker niet. Wat is de allerduurste schoen die je ooit gekocht hebt? Ik heb een paar schoenen die Jonathan is heel lelijk vindt. Want dan zegt hij, ik vind ze niet lelijk, maar ben er gewoon op uitgekeken. Maar hij vindt ze gewoon niet mooi. En die vindt Jona lelijk? Lelijk? Ja, hij wil dit niet meer. Jongens, het is toch hartstikke leuk. Het is een hartstikke leuk laarsje. Hij zegt altijd dat hij erop is uitgekeken. Oké. Okay. Ja, dan denk ik, ja, god, dat was een godsvermogen. Ja. Ik gooi ze niet weg en ik vind ze gewoon zelf wel leuk. Hoe duur waren ze dan? Ja, dat weet ik. Ik heb ze al heel lang. Maar ik weet dat ik daar heel erg voor moet sparen. Het is niet dat je 300, 600 euro uitgeeft voor een paar schoenen. Nee, zo hebben we er ook mensen in. Ja, plaats. Zeker. Dus we weten wie we bedienen. Misschien komt hij nog. Maar dit zijn dus ook je favoriete schoenen? Nee, dat zijn niet mijn favoriete schoenen. Wat zijn wel mijn favoriete schoenen? Deze vind ik heel fijn, die ik nu aan heb. Ja? En mijn Nike's. Dus dat zijn gewoon deze. Ja, gewoon... Het is gewoon mijn sneakertje. Ja, precies. En, wat ik overigens ook nog niet zo heel lang draag. Ik weet dat... Ben je geen sneaker meid? Nu wel, maar dat was ik niet. Nee. Ik had altijd dit soort laarsjes, van die kleine boots met een hakje of iets. En dit had ik eigenlijk nooit aan. En toen was dit het moment dat ik er echt niet meer omheen kon, dat iedereen ze had. En dat ik dacht... Ben je toch gezicht? Ik dacht, ik probeer het toch een keer. Toen kreeg ik ook van iedereen te horen, Linda op sneakers. En zijn er ook schoenen die je echt nooit zou dragen? Nou, ik heb vroeger, heb ik Uggs gehad. Mm-hmm. Nooit meer zou ik die aandoen. Dat vind ik zo lelijk. Het is eigenlijk een mannenschoen, hè? Oh, dat wist ik niet. Ja. Nou, ik vind ze ook echt vrouwonvriendelijk. Ik vind het zo'n lelijke dingen. Ja, en iedereen gaat een beetje zo oplopen. Dat moet ik al helemaal niet hebben, want ik ben lang. En dan word ik al helemaal zo slim. Ja, ze zijn niet sexy. Ze zijn niet sexy, mensen. Als we het dan toch over met langheid slungelig zijn. Deze vind ik dus echt ontzettend lelijk. Dit was uit de tijd dat ik dus niet lang durfde te zijn. Oh ja, dus als je dan ergens hakken aan zou moeten trekken, dan mocht ze niet te hoog. Ja. Ja, dat je denkt van, nou ja, weet je, ik moet wel een hakje aan, want anders is het stom. Mm-hmm. Terwijl, het maakt ook echt geen reet uit, maar dat dacht ik dan. En had ik concertjes, lunchconcertjes. Mm-hmm, op school. Op school, vond het is. En dan moest ik een nieuw hakje. En dan had ik deze gekocht. Zo seksloos. Kijk nou eens, wat is dit nou? Dit is geen hak, maar ook geen... Oké, ja, als hij nog iets dunner was geweest, dan was het... Was het misschien nog... Ja, maar ook dat... Dat is het niet, nee. Het is... Dus deze heb ik één keer aangehad op een lunchconcertje. Omdat je niet lang wilde zijn. Omdat het niet lang wilde zijn. Dat is toch stom? Ja. Ik heb ook tweedehands schoenen trouwens. Kijk nou. Die zijn ook tweedehands? Ja. Het is een beetje Heidi in Tirol. Het heeft wel iets Oostenrijks. Ja, het heeft een beetje... Ik moet eigenlijk zo'n... Hoe heet het ook weer? Zo'n dirndl. Ja, ja. Moet ik eigenlijk aan. Ik vind dat je wel een... Ik vind kussen zeker goed. Ik vind dat je wel een hele gevarieerde smaak hebt. Dat vind ik leuk. En ik heb nog wel een paar sneakertjes. En ik heb ook nog een hele leuke regenlaarzen. Regenlaarzen? Ja. Nou, wat staat erop? Lovebirds. Lovebirds.
Deze heb ik ook van iemand overgenomen trouwens. Maar ik vond ze zo leuk dat wat er goed. Gewoon dikke sokken in gaan. En dan was ik ze. Leuk. Leuk. Draag je dit als het regent of is het een fashion statement? Ja, het is gewoon een statement. Ik maak geen fashion statements, dus dat is sowieso niet. Nee, ik draag ze wel als het regent of als ik naar het bos ga. Ja, dan is het echt leuk om... Dan is het een beetje een upgrade van de regen. Toch vind ik toch wel. Je zegt van, hé, je bent toch een lange meid. En je hebt toch je lengte, vond je toch ook ergens vervelend. Maar ik zie voornamelijk wel schoenen met een hakje bij jou. Maar dat komt omdat ik het toch wel leuk vind als vrouw. Dat je dan toch een beetje iets van een hakje hebt. Waardoor je een beetje... Nog iets, toch wel je feminine side een beetje lekker kan. Ja, en je gaat er toch ook wel echt mooier van lopen, vind ik. Ja. Nou, top! Wat leuk dat ik eventjes bij je mocht binnenkijken. Ja, ik vond het leuk dat je er was. Ja? Ja. Bijna zoiets van, ik neem deze mee naar huis. Maar nee hoor, dit, ik kan niet. Jij komt hier mee weg, ik kom hier niet meer weg. Nou ja, ik vind als we de voorstelling Kinky Boots doen, dan moet eigenlijk Alex gewoon deze schoenen moet. Ja. Toch? Nou, op naar het bos. Op naar het bos.